Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik denk, ik ga vandaag eens een keertje iets anders doen. Ik ga een vlog combineren met DIY's. Dus in deze vlog ga ik jullie gewoon meenemen in mijn dag. Maar daarnaast ga ik ook DIY's voor jullie opnemen. En die komen ook in deze vlog. Want ik dacht, het is wel leuk, het is wat warmer weer. Om wat lange houdbare bloemstukken te doen voor bijvoorbeeld op de tuintafel. Er werd ook veel naar gevraagd, dus daar neem ik jullie mee. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Ik ga nu eerst richting de groothandel. Ik heb al even fust ingeladen wat ik van vorige week had. Dat gaat weer ertoe en dan kunnen er weer nieuwe bloemen gehaald worden. Dus ik ga die kant op. Zo, ik heb alles weer ingeladen. Ik heb weer hele mooie bloemen. En ik heb ook weer dingen meegenomen. Heel leuk voor houdbare... taartjes of gewoon houdbare bloemstukjes. Natuurlijk erg makkelijk met warm weer. Maar dat ga ik jullie laten zien. Want ja, het is gewoon echt allemaal best wel veel en mooi. De kofferbak is geladen. Dus we gaan gauw terug om alles weer uit te laden. En uiteindelijk weer in te pakken. Ik ben er weer. En kijk wat een mooie bloemetjes ik allemaal heb. Mooie chrysanthemums, hortensiaatjes. Zuidwindlelies, zonnebloemen, echt van alles. Dus ik ga het gauw binnenzetten en dan laat ik het jullie allemaal eventjes goed zien. Goedemorgen, het is ondertussen de volgende dag. Ik heb gisteravond tot laat doorgewerkt om nog heel veel in te pakken. Daar heb ik vandaag veel voordeel van, want ik ben ook nog eens wakker met een heel leuk idee voor een DIY pakket wat langer houdbaar is. Alleen hij is te lang om in deze video te verwerken. Dus ik ga er even een andere video voor opnemen. Als jullie deze vlog zien, kan het zijn dat hij al online komt of dat het volgende wordt. Dat weet ik nog niet precies. Gisteren heb ik ook nog wel een andere korte DIY opgenomen die lang houdbaar is. En die staat al op Instagram. Dus daar kan je hem ook altijd volgen, want soms dan plaats ik daar een los apart filmpje. Maar goed, ik heb nu een leuk idee voor een DIY die ik nu ook eventjes gelijk ga opnemen. Want ik heb mooie materialen, had ik al meegenomen gisteren. Ik heb ook leuke rotsplantjes. Dus die ga ik ook verwerken, dus ik ga gauw aan de slag. Ik gebruik daarvoor dit gekleurd steekschuim. Dat had veel naar gevraagd. Ik heb ook wit, is ook echt heel erg mooi. En die ga ik even vol laten lopen met water en dan kunnen we aan de slag. Zo, het is ondertussen de volgende dag en zoals je ziet zit ik alweer in de auto, want ik ga naar de groothandel toe. Ik wou gisteren nog heel veel video's opnemen of ja, hier in de vlog laten zien voor houdbare stukken. Maar toen bedacht ik me opeens dat ik heel veel dingen ook heb besteld die ik vandaag ophaal, die daar ook heel geschikt voor zijn en die het eigenlijk de bloemstukken nog mooier maken. Dus ik heb dat even naar vandaag verschoven. Gisteren heb ik echt heel veel inpakwerk gedaan, gisteravond ook nog. Ook voor vandaag nog weer wat dingen. Dus, want vandaag is er ook weer veel in te pakken. Dus ik ga naar de groothandel en dan gaan we aan de slag. Zo, het is ondertussen middag. Ik zal nog even laten zien wat ik vanmorgen aan materiaal heb gekocht voor nog een houdbaar bloemstuk. Maar nu was ik net ook nog even bloemen aan het bestellen voor morgen. Want elke dag komen er verse bloemen binnen, zodat alles zo vers mogelijk op de post gaat. Wie vaker mij bestelt, die weet dat je altijd heel verse bloemen aankrijgt. Dus dat was ik net aan het doen. En toen zag ik nog meer leuke dingen die goed in een houdbaar bloemstuk kunnen. Dus die ga ik morgen vroeg ook nog weer ophalen. En ik denk, misschien is het ook wel mooi om gewoon hele mooie kransen te maken met houdbare producten. Ja, lijkt me ook gewoon heel erg leuk. Dus, maar goed, dan moet ik even wachten op de producten van morgen. Ondertussen moet ik hier ook nog opruimen, want het is een grote ravage. Het was weer lekker druk vandaag. Dus dat en ik heb nog een stukje hout... Ja, kurk. Daar wil ik eigenlijk ook nog een bloemstuk mee maken. Zo, het is ondertussen al middag. Al aan het eind van de middag. Ik ben echt druk aan het inpakken. Er komen bestellingen bij. En dat is alleen maar heel goed. Ik ga daar echt niet over klagen. Maar het is een pittig dagje. Maar ik heb nou ook nog een bestelling met een boeket. Dus die ga ik even maken. Het is ondertussen echt een grote bende hier. Daar moet je maar even overheen kijken. En ik heb al heel veel pakketten ingepakt. Dus dat ga ik nou even eerst. Thank you.
hier allemaal een beetje dezelfde tinten met bloemetjes. En die ga ik hierop verwerken. Die lijm ik eigenlijk gewoon vast met warm lijm. Dan gaan we door met een volgend voorbeeld, die ook houdbaar is. Ik snijd even een 9 cm bol van midden. En je kan hem leuk of op zo'n ondergrond doen of een andere ondergrond, wat je zelf leuk vindt. Deze zijn er wel heel geschikt voor, dus dat is wel echt heel erg leuk. En dat maak ik dan ook op met verschillende soorten droogbloemetjes. Kijk, en dit is al heel erg mooi, maar je kan er bijvoorbeeld ook een mooie kaas bij opzetten. Hè? Dat vind ik zelf altijd heel leuk lijken. Hij lijkt trouwens echt prachtig op dit langwerpige dienblad. Is sowieso echt heel mooi van kwaliteit. Mocht je hem al hebben, kan je eventueel het pakketje ook los bestellen. Of een andere leuke ondergrond hebben. Maar hij is natuurlijk zo ook erg mooi. Kijk hoe prachtig. Dan heb je toch echt een heel leuk lang houdbaar bloemstukje. Ook heel erg leuk om cadeau te geven. Echt prachtig. Maar wat natuurlijk ook mooi is, is om hem bijvoorbeeld op zo'n houtstronk neer te leggen. Ook echt prachtig mooi. Kijk dan hoe leuk. Je zou eventueel met plantjes kunnen werken, mocht je het leuk vinden. Maar je kan er alle kanten mee op. Ik ga alle varianten ga ik online zetten. Zowel los het bloemstukje als op beide ondergronden. Ik zou zorgen dat het een leuke aanbieding te koop is.
Mocht je het leuk vinden, alle houdbare bloemstukken staan nu online en kunnen besteld worden. Wees snel bij, want op is op. Van bepaalde ondergronden heb ik geen maximaal beschikbaar. Dus wees dan snel bij als je hem niet wil missen. Dat kan via www.uronlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. En ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Laat hieronder weten wat je van deze vlog vond. Als je het leuk vond om een keer weer op deze manier een video te zien. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij een volgende video. Doeg!